Ja, even rustig een wandelingje na toen in de heerlijke avondzon van de lente. Mijn tip is echter voor de ochtend. En deze tip is eentje waar ik zeker graag feedback van zou willen. Tip van de dag is iets dat ik al sinds jaren doe. Is het eerste dat ik 's morgens doe als ik opsta en in de badkamer kom, kijk in de spiegel. Lach ik naar mijn eigen en zeg ik, goedemorgen Rudo. Dit wordt een superdag. Sommige wetenschappelijke studies zeggen dat dit werkt en dat je dus eigenlijk een signaal geeft aan je dierlijk brein om te zeggen van oké, geen gevaar, geen wilde dieren, geen tijgers in de badkamer, alles komt goed. Ondertussen zijn er ook al mensen die mij gezegd hebben dat er ook studies zijn die het omgekeerde zouden bewijzen. Nu, bij mij lijkt het te werken, dus bij deze een vraag aan jullie. Kunnen jullie dit experiment ook een keer een tijdje doen, 's morgens? En dan feedback geven. Heeft het nu gewerkt? Heeft het niet gewerkt? Maakt het een verschil? Bij mij in ieder geval wel. Los van het feit in hoeverre het wetenschappelijk onderbouwd is of niet, is het toch eens zo leuk om mee te experimenteren. Dus bij leven en welzijn, tip van de dag, smile 's morgens in de spiegel. Alle feedback welkom. Tot de volgende. Doei.